Dag, liefste Kreeft. Hopelijk alles goed met jullie. Mijn naam is Gail. U bent welgekomen. Wij gaan vandaag een legging voor jullie doen met betrekking tot Mercurius in retrograde. Dat is voor de volgende 2 weken. Ik zal even alles astrologisch tenminste analyseren voor jullie. Eens bekijken wat dat van belang is. En daarna ga ik overgaan naar de tarotlegging. Okay. Weet dat deze video's altijd voor Kreeft zijn in zon, in maan en zeker ook ascendant. Goed, wat heb ik allemaal te vertellen? Ik heb een paar dingen opgeschreven. Eén en vooral, we spreken vaak, ik weet niet of dat je Mercurius in retrograde, als we daarover spreken, dat gebeurt ongeveer 3 keer per jaar tot 4 keer per jaar. Dit jaar hebben we drie keer gehad dat Mercurius in retrograde gegaan is. Nu, retrograde wil eigenlijk zeggen terug op zijn pad gaan. Nu, het is niet letterlijk de planeet die terug op zijn pad gaat, want dat kan uiteraard niet. Maar het geeft wel die optische illusie. Dat is Mercurius die momenteel sneller zelfs gaat dan de aarde, waardoor het lijkt alsof dat die terug op zijn pad gaat. Wat dat hij wel meebrengt, is die energie van terug te keren. Dus dat is altijd een periode, als Mercurius in retrograde gaat, is dat altijd een periode die naar het verleden wijst. Ja? Deze periode is de goede periode bij uitstek om even na te kijken wat dat je in bijvoorbeeld de maand november gelanceerd hebt, om dat even na te kijken en die zaken te herzien. Ja? Het is ook bij uitstek een goede periode om te onderzoeken waar dat je eventueel eigen tekorten hebt. Eigen tekorten, dingen omtrent bepaalde zaken die niet goed verlopen zijn, die je bezighouden. Dat kun je zelf momenteel deze moment even bekijken. Ik heb een voorbeeld, zijn bijvoorbeeld te kritisch voor jezelf of ben je te kritisch voor anderen? Alles ergens met een te kan herbekeken worden. Het is ook een hele goede periode om nu wat meer open-minded te worden. Uw visie wat open te trekken. Waarom? Het eerste deel van die retrograde van Mercurius staat in het teken van een steenbok. Voor wat is steenbok bekend? Dat is een teken die graag houdt van regels. Maar Mercurius gaat overgaan, de 23e december gaat hij overgaan in boogschutter. En nu, boogschutter is compleet het tegenovergestelde van steenbok. Dat is een teken die houdt van vrijheid. Die zeker, dat is het meest open-minded sterrenteken dat er is. Of sterrenbeeld dat er is. Dus eigenlijk, die retrograde momenteel vraagt dat nu om wat meer open-minded te zijn. Om iets minder volgens de regels te gaan. Iets minder traditie te volgen. In uw visie vergroten of verbreden. Je kunt het als het ware zien. Kijkt wat meer naar de macrocosmos en minder naar de microcosmos. Dus dat wil zeggen, wat minder bezig zijn met de kleine details. Soms kunnen we vitten op onszelf voor kleine details of anderen. Ik zou zeggen, laat dat wat los en kijk meer naar de bigger picture, het grotere geheel, de macrocosmos. Omdat we met die overgang zitten van steenbok, tenminste naar boogschutter, dus waar dat Mercurius die overgang maakt, dan zien we heel goed dat de 22e december, schrijf het alvast in je agenda, de 22e december is een goede dag of een goede avond om te socialiseren. Dat zal u heel gunstig bevallen. Nu, door die overgang zullen we wel de 23e zien, de 24e en eventueel ook de 25e, is dat er wat frustratie kan zijn. Ja? Frustratie naar bepaalde opgelegde regels die minder voor jou zullen werken. Dus de regels die je zelf voor jezelf opgelegd hebt, je moet dit doen of dat doen of dat doen, zullen op een gegeven moment niet meer goed lukken voor u. Ik zal zeggen, Kreeft, het is bij uitstek geen goed moment om grote beslissingen te maken. Het is een goed moment om introspectie te doen, waardoor dat je wat breder kunt kijken, maar geen grote beslissingen maken. Het is ook geen goede periode om in relaties om terug samen te komen met bepaalde mensen. Het is wel een hele goede periode om die relaties te analyseren. Ja? De klassieke punten van Mercurius en retrograde is dat de communicatie wat stroef kan verlopen. Dat is de planeet bij uitstek van communicatie. En ik zal dat zeggen, specifiek voor jou, Kreeft, is het heel belangrijk dat jij nagaat hoe je omgaat met mensen rond u. Het kan zijn dat mensen rond u momenteel niet goed begrijpen, dat je niet klaar genoeg of duidelijk genoeg communiceert. Ja, dat is die tricky business
tijdens de Mercury retrograde. En zeker jouw teken wordt er zeer zwaar mee belast op het vlak van communicatie. Dus let ook goed op hoe dat je spreekt met andere mensen. Hè. Mensen begrijpen je niet altijd zoals dat je het wilt uitdrukken. Ik kan zeggen dat jij één iets bedoelt en dat op een heel andere manier uit je komt en daardoor dat de mensen je misbegrijpen. Hè. Wat je ook nog vaak ziet met een Mercury retrograde, hè, het staat niet alleen in voor communicatie, maar het staat ook in voor alles dat te maken heeft met vervoer. Dus ik denk dan bijvoorbeeld aan treinen, ik denk aan vliegtuigen, ik denk aan een auto, maar ik denk ook aan IT. Hè. Mercurius staat ook voor IT, dus alles kan stroef lopen op IT-vlak. Kan zijn dat er bepaalde vertragingen zijn en ik denk nu zeker in deze periode, op belevering van pakjes, geschenkjes, die kunnen te laag zijn of vertragingen hebben. Het kan ook zijn dat je vertragingen hebt in het openbaar vervoer. Kan zijn, wilde je deze periode op reis gaan? By the way, een heel goede periode om korte reisjes nu momenteel te maken. Maar wees gealarmeerd, want het kan zijn dat je vertragingen zult oplopen. Dus het zijn gewoon kleine boodschappen, kleine waarschuwingen dat ik heb voor jou. Dit gezegd zijnde, gaan wij overgaan naar de tarot. Ik begin graag mijn tarot met een paar orakelkaarten. Wat dat je misschien nog niet weet, Kreeft. Ik ben tweetalig. Ik ben Engels en Vlaams. Als ik tarotkaarten leg, of tijdens leggingen, dan connecteer ik altijd in het Engels. Dus je zult mij Engels horen spreken. Zijn er bepaalde zaken die moeten uitgelegd worden, dan zal ik ze ook wel vertalen in het Vlaams. Al mijn kaarten zijn ook Engelstalige kaarten, maar ook dit zal ik terug vertalen voor jullie. Geen paniek. Zo, we zullen erin springen. Goed, zo. Show me what we need to know for Cancer, please. Dat is al de eerste kaart. Ik ga nog eentje vragen. Show me what we need to know, please, for Cancer. For the next period. You're in the Mercury retrograde, please. Thank you. The Bone Collector. Coming to life. Oké, mooi. Ja, de Bone Collector is echt de wijze guru. De vrouw waar dat iedereen te raden gaat. De vrouw die echt wel super geconnecteerd is, is ook nummer 1. Dat is nummer 1 die aantoont dat er een nieuw pad voor jou staat open te gaan. En dit enkel maar door jouw transitie dat je zelf gemaakt hebt en door het spreken. Als je hebt hier die pineal gland, dat is je derde oog, door dat ook open te zetten. Hè. Wijze vrouw bij wie dat iedereen te raden ook komt, dat is die Bone Collector. Dat is een zeer mooie kaart. Dus dat toont echt wel aan voor mij, Kreef, dat jullie aan het groeien zijn. Dat je een spirituele groei ook maakt. En dan heb ik ook nog coming to life. Dat je terug tot leven aan het komen bent tijdens deze periode. Twee kaarten geven voor mij aan dat je werk mag doen aan jezelf. Dat je wat tijd voor jezelf mag nemen, binnenin gaan. Ook deze periode, 2 en 9. Dat is de kaart 29 hier. Het is omgekeerd voor jullie. Ik weet het. Maar dat is nummerke 1 ook. Dus terug nummer 1. Nieuw pad, nieuw begin dat eraan komt. Je ziet hier ook een spark in haar hand. De spark van een nieuw begin. Ja? Dus ze wordt hier als het ware naar boven gestuwd met een nieuwe spark dat zij kan terug vertrekken. Zeer mooi. En met die Bone Collector erbij. Heel goede periode voor jou om even intern te gaan en nieuwe visie te zetten waar dat je naartoe wil gaan. Weet, ik heb vorige video's ook al besproken over de nieuwe maan momenteel in Boogschutter. Dus waar dat je naar het verleden momenteel even kijkt, waar dat je herziet, bepaalde zaken onderzoekt, tekortkomingen van jezelf. Wees ook niet te kritisch op jezelf, wees rustig daarin. Maar zeer goede periode om terug nieuwe intenties te zetten. Hè. Want in een nieuwe maand was gisteren. Dus plan maar nieuwe dingen. Hè. Zet maar dat nieuw begin voor jou vast waar je wenst naartoe te gaan. Mooi. Show me what else we need to know, please. For Cancer. For this Mercury retrograde. Thank you. Embracing. Embracing what comes on your path. Embracing yourself.
Alles omarmen wat dat er op jouw pad komt, maar ook jezelf krijg ik hierdoor. Kaart embracing. Embracing the new. The new you. Embracing alles dat klein is. Het kleine in jouw leven omarmen. Hoe klein het ook is, omarmen. Soms zit mooiheid in de kleinigheden en niet in de grote geschenken rond ons. Dus in kleinigheden kunnen we ook soms meer gegidst worden, kunnen we meer licht zien. Mooi. Ik ga nog een kaart vragen van het Moonology deck. Omdat we in nieuwe maan zitten, vond ik dat bij uitstek wel een goed idee. Show me what we need to know, please. For Cancer, thank you very much. Work through your fears. Ja, Kreeft, dat is werk door jouw angsten. Heb jij angst voor het volgende hoofdstuk? Heb jij angst voor jouw emoties? Heb jij angst voor iets in jouw leven? Dan vraagt deze kaart aan. Iets dat je niet kent, iets dat je niet weet waar dat je naartoe zult gaan. Hè? Want ik zie hier dat de nieuwe maan is. Dat vraagt deze kaart aan om daaraan te werken, om dat los te laten, om vooruit te gaan. Work through your fears. Nieuwe maan. En hij is een schorpioen. Schorpioen is het teken van emoties ook. Hè? Dat is een zeer emotioneel sterrenteken. Hè? En maan is schorpioen, dat gaat over emoties. Dus let op jouw emoties. Hè? Op die angst dat je hebt, op gelijk welk vlak. Probeer dat onder controle te houden. Werk daaraan. Want angst houdt ons tegen. Houdt ons tegen om een nieuw begin te beginnen. Ja? Embrace. Embrace the change. Nice. Oké, goed. We gaan overgaan naar de tarot. Ik ga enkele kaarten vragen, algemeen. En dan op het laatste zal ik nog een advieskaart of 1, 2 vragen, hoeveel ik er ook krijg. Show me what we need to know, please, for Cancer. For this Mercury retrograde, please. Show me what we need to know, thank you. Anything else? Thank you. Thank you. Vier kaarten. What's the advice, please? Show me the advice for Cancer. What's the advice, please? Thank you. Anything else? Anything else, advice, please? Thank you. Okay. Cool. Daar zullen we straks over spreken. Dus vier kaarten voor jou, Kreeft. Ik heb de King of Wands. Die spreekt over vurigheid, over geïnspireerdheid. Dat is de koning van inspiratie. Dat is de koning van vuur. Die koning gaat alleen maar vooruit. Die kent geen achteruit. Die is super enthousiast. Is heel flamboyant ook. Dus dat is een bepaalde energie. Dat kan zijn dat dat gevraagd wordt voor jou, hè, om terug geïnspireerd te zijn. Ik zal het straks zien. Maar dat is een van de grootste kaarten van inspiratie. Dat is ook een vuurkaart. Dat is ook een leeuwkaart. Dus het kan zijn dat je met een leeuw te maken zult hebben of hebt. Tweede kaart is de Seven of Wands. Dat is een kaart die iets terughoudend is. Dat is een kaart die aantoont dat jij iets teruggehouden bent. Dat jij als het ware, je wat zeker houdt. Dat is zo een barricade zo voor je zetten van hier voel ik me safe. Die kaart toont wel aan dat jij verder aan het gaan bent. Dat je nog altijd verder gaat. Maar je beschermt jezelf wel. Hè? Je beschermt ook je hart. Hier staat hij letterlijk voor een huis en hij beschermt het huis. Zodanig dat die aanvallende staven niet binnen kunnen. Ja? Dus jij beschermt jezelf hier. En er is daar niks mis mee, met jezelf te beschermen. Ik heb de World Card. Heel mooi. Dat is het einde van een cyclus en begin van een nieuwe cyclus.
Dat is jij die een hoofdstuk afgesloten hebt en een nieuw hoofdstuk begint. Dat is jij die transformeert. Dat is jij die verandert. Dan zegt die coming to life. Hè. Ik zal proberen te houden dat er geen lichtinslag is. Zo. Dus dat is die cyclus ten einde gaan. Nieuwe jij die herboren wordt. En hier ook. Nummer 1. Jij die herboren wordt, die als het ware naar boven wordt geschoten. Coming alive. Jij die tot leven komt. Ja. Zeer mooi om te zien. En dan heb ik, oh wee, de hele grote kop, de allergrootste beker van liefde staat hier voor jou klaar. Kreeft, ik ga straks zien over wat het gaat. Ik ben zeer, zeer nieuwsgierig. Maar het kan zijn dat het gaat over liefde van iemand anders. Het kan ook zijn dat het gaat over liefde voor jezelf. Het kan ook zijn dat het gaat over liefde voor een nieuw traject, inspirerend traject. Het kan over van alles zijn. Hm? Ben je even benieuwd als ik? Ooh, here we go. Please clarify the King of Wands. Please for my lovely Cancer. Thank you. Three of Pentacles. Dat is samenwerken. Geïnspireerd samenwerken. Moet jij samenwerken met de leidinggevende? Dat kan zijn. Dat is echt dat is de kaart van teamwork. Hè? Van leren, van iets opbouwen. Van lange termijnvisie te hebben, geïnspireerd te zijn voor een lange termijnvisie op je werk, kan dat zijn. Show me one more, please, for the King of Wands. Thank you. Ja, ik heb de Queen of Cups. Dus dat is met kalmte, emotionele stabiliteit. Dat gaat over uw werk, volgens mij. Samenwerken met... Waar dat je mensen kunt inspireren, samenwerken, collaboreren, maar met emotionele stabiliteit en waar dat je intuïtie moet volgen. Dus die kaart laat mij weten dat je intuïtie moet volgen, eventueel op je werk, in samenwerking met andere mensen, waardoor dat jij niet alleen geïnspireerd bent, maar ook andere mensen geïnspireerd zijn. En op je werk moet je echt wel perfect nu lange termijn visie zetten. Goed moment met deze nieuwe maan in boogschutter. Oké. Okay. Show me the Seven of Wands, please. Ik heb twee kaarten. Eén kaart spreekt over verlies. Over ergens trauma, waardoor dat jij iets beschermend kan zijn. Over, ik zal maar zeggen, je hartplaats. Maar de andere kaart is de Empress. En die Empress spreekt over verschillende zaken. Maar de belangrijkste hier in dit aspect is jezelf voeden. Lief zijn voor jezelf terug, maar ook naar andere mensen. Hij toont echt aan lief zijn voor jezelf, die kaart. En hier de Nine of Swords, als iemand die slaap verliest. Die angst geeft. En dat is echt angst om verder te gaan. Hè. Ik heb hier allemaal, dat, je had hier work through your fears, hè, waardoor je angsten. En hier terug twee kaarten, die terughoudendheid. Eén die angst aantoont en één die terughoudendheid aantoont. Dus, en die ligt onder de Bone Collector, die ligt onder de wijze vrouw die vooruit gaat, die geleerd heeft van haar leven, die een nieuw pad inslaat. Die alles uit haar leven, want zij, allee, die Bone Collector, dat is een beetje luguber ook, maar de beenderen van de personen die niet meer aanwezig zijn in haar leven, gebruikt ze om raad te geven aan anderen. Dus dat zou ik echt wel willen zeggen tegen jou. Uw verleden, gebruik alles daarvan dat je kunt meenemen om ervan te leren. En heb daar geen angst over. Hè? En wees echt wel lief voor jezelf, Kreeftje. Omarm jezelf. Hè? Show me the world, please. Voor Cancer. Ik heb hier twee kaarten. Embracing, dat is embracing. Embracing yourself, het kleine. En die Empress hier ook. Hè. Embracing, die Empress is iemand die voedend is. Hè. Die heel, heel lief is hè, voor iedereen rond haar, maar zeker voor haarzelf ook. Hè. Dat is de koningin van de koninginnen.
Zij staat ook voor ontwikkeling, hè? Zij staat ook voor groei, hè? Kreeft. Waar dat je denkt dat er geen groei zal zijn, waar dat je naartoe kan gaan, toont die kaart aan dat er echt wel groei is. Hè? Dus uw angst, laat die alstublieft los. Kijk vooruit. The world. Show me the world, please. Thank you. Ja, ja. Five of Cups. Ja. Het is weer een kaart die toont dat je vooruit moet gaan, dat je moet loslaten. Dat je moet loslaten wat dat in het verleden is. Hij ligt op de world kaart. Hè? De world toont aan een nieuw begin. Een cyclus is afgerond. Jij transformeert als het ware. Jij verandert. Dus die angst dat je hebt om verder te gaan, moet jij loslaten. Want anders kan je niet verder ontwikkelen, kan je niet verder gaan. Hm? Dus vind ergens wel voor jezelf die vrede, die rust voor jezelf terugvinden. Accepteren en loslaten. Er zijn hier echt grote woorden voor jou. Give me one more in the world, please. Give me one more in the world, please. Eight of Swords. Ja, kijk. Je kunt het niet uitvinden hoor. Je zit echt. Jij denkt ergens dat je in een soort van een gevangenis zit. Dus ik denk momenteel dat je even wat meegemaakt hebt. Is er iets gebeurd? Ja, waardoor dat jij je even niet lekker voelt. Waardoor dat jij voelt dat je niet verder kunt. Die gevangenis heeft ze zelf gemaakt, tussen haakjes. Zij kan er wel uit hoor. Ze moet gewoon haar blinddoek afdoen en vooruit gaan. Dus. Alles toont hier aan dat er een nieuw begin is voor jou. Jij moet er gewoon zelf in geloven en vooruit gaan, want anders blijf je gewoon stagneren. Ja. Ace of Cups, please. Show me the Ace of Cups. Why is the Ace of Cups here, please? Show me the Ace of Cups. One more for the Ace of Cups, please. Five of Pentacles. Het is hier hetzelfde. Ik ben een beetje verveeld dat ik hetzelfde moet zeggen, want er staat hier een hele grote beker met liefde voor jou klaar. En ik heb de King of Wands erop. Die king, die koning, de koning van staven. Dat is echt wel een geboren leider. Die koning is zeer ondernemend. Is zeer, zeer charmant. Maar gelooft ook in zichzelf. En dan heb ik terug de Five of Pentacles. Is dat jij geen geloof hebt in jezelf. Of toch zeker niet dat er liefde gaat in je leven komen. Die kaarten vragen echt aan om geloof te hebben in jezelf. Ten eerste, je bent het waard. En ten tweede, dit komt op jouw pad. Hè, want er is een nieuwe cyclus die openbreekt. Die kaarten kunnen niet duidelijker zijn voor jou. En ik hoop dat het echt wel binnenkomt voor jou, Kreeft. Nu, we hebben allemaal onze tijd nodig om even soms iets te genezen. Maar het is zo'n belangrijke periode nu voor jou om in jezelf te geloven. Dus wat dat er gebeurd is, het ligt zelfs soms niet aan jou hoor. Alles wat er gebeurt, moet gebeuren bij wijze van spreken. Kijk, kaart spreekt over low self-esteem. Hè? Je bent een ondernemer, je bent een visionair zelfs. Je bent een leider. Een leider niet alleen op je werkgebied, hè, maar ook in je dagelijkse leven. Maar dat kan alleen maar naar boven komen als je in jezelf gelooft. Hè. Dus al die kaarten hier van niet goed slapen, angst, die hier negatieve gedachten hebben. De Five of Cups, niet verder kunnen, los. Alles laat mij tonen dat je moet loslaten. Dat je door je angsten moet werken. Hè? Het advies is ook twee kaarten van vooruit gaan. Een kaart van liefde voor jezelf te hebben, ook voor anderen.
Dus wees lief, maar wees lief, let op voor uw woorden hier. Twee kaarten van actie ondernemen, maar ook opletten voor uw woorden. Dat is een boodschapper van woorden, let op. Dat is actie ondernemen, dat is liefde hebben voor andere personen, maar voor jezelf ook. Dat is emotionele stabiliteit ook. En dan heb ik hier balans creëren. Balans creëren tussen al die drie. Dat is het advies dat je nog een keer aan plus erbij krijgt van het universum, kreeft. Kijk, dat is een hele boterham. Ik hoop dat die binnengekomen is voor jou. Ik hoop dat hij ook resoneert. Zo ja, dan moet je zeker de video liken. Duimpje eronder eens op klikken en ook abonneren. Dan ga je zeker de volgende video's niet missen. Ik zou zeggen, maak er een goede week van, een goede weekende en hopelijk tot volgende week, kreeft. Tot ziens, hè. Dag.